Dan gaan we naar iets heel anders. Want veel horecaondernemers in het zuiden die zullen vast liggen uit te rusten van die drukke carnavalsweek. Maar ja, voor Patrick van Hedel, eigenaar van kroeg Bartenders in Eindhoven, is dat wel heel anders. Want toen hij afgelopen weekend zijn kroeg afsloot, is de 30.000 euro aan carnavalsomzet uit de kluis gestolen. En hij is natuurlijk ontzettend ontdaan. Ja, vermoedelijk omdat we weten dat de Frans kenteken gaan ze het niet zien en niet verstaan. Maar ik zou zeggen, begin met zelf te werken en laat onze spullen maar rust. Laat de hardwerkende mensen maar rust. Want ja, je raakt mensen. Ja, hij had het er al over, omdat het om een Frans kenteken gaat. Ze zoeken naar een witte Renault met een Frans kenteken. Daar is die kluis dus ingegaan en ze zijn met zijn omzet weggereden. Nou, gelukkig zijn er ook lieve mensen die voor Patrick op de bres springen. Want de kroeg aan de overkant heeft gisteravond een briefje op de deur gehangen. Wij zijn dicht, wij zijn feesten bij bartenders. En nou ja, mocht u ook zin hebben, kom ook om toch die omzet een beetje op te krikken. Dus dat is ontzettend lief. Lief is dat. Ja, dat vind ik echt een enorm sociaal en lief gebaar. Nou, echt dat je goed voor je buren zorgt. Ja, ja. Want het is, ja, die man moet natuurlijk een hart onder de riem gestoken worden. Als je absoluut. 30.000 euro weg. Ja, maar ik vind het, mensen die dit doen, ja, nou ja, daar zal ik maar geen woorden aan wijden. Laten we dat dan ook niet doen.